Hey, daar ben ik weer. Tijd geleden, hè? Ik vind dat ik pas een reading moet geven als ik wat te vertellen heb. En anders moet ik mijn mond houden. Ik neem het gelijk op voor mijn vlog en voor Instagram. Dus vandaar dat ik af en toe een beetje wegkijk. Wat ga ik voor jullie doen? Nou, in ieder geval volle maan in Schorpioen. Hoe leuk is dat? En we gaan ook kijken. Jupiter staat met Uranus conjunct. En dat gebeurt één keer in de 84 jaar. Dus dat gaat nooit meer gebeuren in je leven. Tenzij je één bent. Maar dan kijk je niet naar mijn channel. Dat zeker niet. Ik ga je vertellen in welk huis het staat. Je kan het beste kijken voor je ascendant. Want dan is het astrologisch gezien juist. Jupiter is de geluksplaneet. Het is de planeet van de expansie. Hij staat bij mij in het negende huis. Dus het is constant. Het negende huis betekent het hogere weten, religie, je mystieke ervaringen, goeroes, verre reizen. Alles wat met ja, het universum en wijsheid te maken heeft. Maar vooral het hogere weten. Wijsheid die je eigenlijk gewoon. Ik wilde zeggen gedumpt krijgt, maar andere mensen noemen het gechanneld. Nou, je mag zelf kijken wat je ervan vindt. Uranus, heel veel mensen zeggen het is de rebel. Het is degene die de stoeptegel door het eruit gooit. Ik zeg nee, het is een hele wild child. Het is degene die buiten de box denkt. Het is degene die moed heeft om de verandering door te zetten en kan dat ook met een knal doen. Absoluut, zo bang. Doe je die twee van expansie nou bij elkaar, die plotselinge expansie, wat gebeurt er dan? Nou, we hebben een eclips, de 8e, 8 april. Dan hebben we deze conjunctie en dan hebben we ook nog eens die volle maan in Schorpioen eroverheen. Nou, je kan wel nagaan wat hier aan de hand is. Dit is mega, 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 mega groot. En een van de belangrijkste dingen die er dus in je leven gebeuren gaat. Nou, dan heb je 12 huizen. Het eerste huis, dat ben je zelf, je identiteit. Je kan ook zeggen van, het is mijn winkelruit, het is mijn etalage. Zo zien andere mensen je. Ik heb Pluto en Uranus in dat eerste huis. Dus constant die transformatie. Ook die plotselinge transformatie. Dan weer dress, dan weer zwarte haar. Dan weer leven als een monnik, dan weer sporten. Constant alsof je Asterix bent die in de toverbalk is gevallen. De toverdrank heeft gedronken en daar ook ingevallen is. Het tweede huis is je eigenwaarde. Het zijn je gaves, maar het is ook je geld. En hoe je je geld verdient en hoe je je zeker voelt. In dat huis. Dus bijvoorbeeld, stel dat je je maan in het tweede huis hebt staan, nou dan voel je je dus emotioneel heel veilig, voel je je dus goed over jezelf als je dus goed je geld kan verdienen. Dat geeft je dan veiligheid. Het derde huis is communicatie. Het is ook je local neighborhood, het zijn je broers en het zijn je zussen. Het is het leren, het is het studeren, maar het is vooral het communiceren. Die staat bij mij in Schorpioen. Dus dat is voelen, 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 voelen. Het vierde huis is letterlijk je huis, je roots. De band met je moeder. Hoe heb je lief? Hoe ziet je familiesysteem eruit? Het vijfde huis is romance, daten. Het is het originele huis van de leeuw. Het is je kinderen, je creativiteit, het is heel erg veel. En het is je zichtbaarheid, je creativiteit, je dansen, je expressie, je creatieve expressie. Het zesde huis is je dagelijkse werk. Het kunnen je gezondheidsrituelen zijn. Dat kunnen je huisdieren zijn, grappig hè. Kunnen sommige collega's zijn. Bij mij komt Pluto in dat zesde huis te staan. Dus een hele grote transformatie op mijn gezondheid en mijn dagelijks werk. Het zevende huis en al je relaties met je
Kinderen, relatie met jezelf, relatie met je collega's, relatie met je familie, relatie met je klanten, relatie met de aliens. Elke relatie die je maar kan verzinnen is dat huis. Het achtste huis is het huis van het taboe, het onzichtbare. Hoe je geld tot je krijgt via anderen. Dus misschien wel via je partner of via je baas of via connecties. En het is ook een psychologische huis, het huis van de transformatie. Het is het huis van de seks. Het is het huis waar de schaduwzijde zich heel lekker kan verstoppen. Nee hoor, ik ben helemaal niet arrogant. Nee hoor, ik ben helemaal niet jaloers. Nee hoor, ik ben helemaal niet ijverig. Nee hoor, ik ben helemaal niet ambitieus. Terwijl anderen het gewoon op je voorhoofd zien staan. Het negende huis is dus dat hogere weten. De goeroes, de verre reizen, de religies. Het tiende huis is je reputatie, maar het is ook je, ja, je fame. Met de Lunemankaart is het de ster. Zo van waar ben jij bekend om? En het is ook je hele carrière. Ik heb in het tiende huis volgens mij mijn midhemel staan in stier. Ja, dus andere mensen zien mij als betrouwbaar op mijn carrière. Beloofd is beloofd. Hoe leuk. Elfde huis en al je sociale groepen. Je netwerken. Dus niet je individuele relaties, maar je relaties met het grotere geheel. Het zijn je diepste wensen en verlangens. En het is, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb mijn maan en mijn noordnood daarin staan. Dus dat is mijn bestemming in het leven. Ik moet naar de onvoorwaardelijke liefde en dat ook in de groep laten zien, demonstreren en mensen ook bij die onvoorwaardelijke liefde brengen. En het twaalfde huis, elfde huis is Watermanhuis. En het twaalfde huis is het originele vieze huis. En dat is wat niet gezien kan worden. Bijvoorbeeld, ik heb een leeg twaalfde huis in Leeuw. Dus dan voel je eigenlijk als kind al wat er aan de hand is in die familie zonder dat dat uitgesproken wordt. Dus je bent gewoon ja, een halve psychic zonder dat je weet waarom je dat weet. En dat is soms wel eens lastig, ook als kind, want je ziet dus dingen, terwijl andere mensen dat lopen te ontkennen. Het is het werken achter de schermen. Het is echt een schrijvershuis. Dus je kan wel bekend en beroemd zijn als je veel planeten in twaalfde huis hebt, maar dan doe je dat liever achter de schermen. Het is dat waar je terugtrekt, waar je heldere dromen hebt, waar je ja, weer met dat, met die vissen smaak, zeg maar, kleur, je transformeert. Ik heb hier allerlei soorten kaarten liggen. Ga je zo meteen ook even mijn bureau laten zien. Ik ga engelenkaart voor je trekken. We hebben mooie cadeautjes van House of Formlab. Een hele mooie goudstof tempelarmband. Bij de tempels wordt dat goud bij elkaar geveegd. En dat doen ze dan in een armband. En die mag ik weggeven van House of Formlab. En ik heb Magic Patchouli Incense. Mag ik ook weggeven. Heerlijk. Daar kan nog het een en ander bij komen, maar dat hoor je later nog. Een mooie raakkaartendek van tarot.nl. Laat wel even weten wat je graag wil winnen. Je kan ook een toegang winnen tot mijn Mabel's Tarot Facebookclub. Hartstikke leuk. Leer ik je alles over tarot, de 78 kaarten, de betekenissen. De grote arcana, de grote geheimen, de kleine geheimen en de hofkaarten. En vooral intuïtief. Er zitten kleurboeken bij, er zitten e-boeken bij met alle betekenissen, de elementen, een stuk numerologie. Heel compleet, heel erg mooi. Ik zal ook het linkje hier naar beneden zetten. En die kun je dus ook winnen. Dus één kan de Tarot Facebook Club winnen, de incense, de armband. De raak en eventueel wat daar nog bij komt. Dus laat weten onder het filmpje wat jij wil. Nou, lieve schatten, ik ga vertellen dus in welk huis bij jou dat valt. Voor je ascendant. Ik zal ook een linkje zetten dat je je ascendant kan uitrekenen. En dan wens ik je ontzettend veel plezier. Als je nieuw bent, welkom. Mijn naam is Mabel van der Dungen.
Ik ben een psychic medium. Ik help mensen ook met afvallen en hun zielendoel te vinden. En dat is zoals ik al zei, een beetje in de toverdrank gevallen. Dus kind kan alles. Nou, alles. Alles wat buiten de boot valt, dat kan ik. Dag. En dan vergeet niet abonnee te worden. Kusjes. Nou, daar gaan we dan, lieve rammen. Jullie hebben de volle maan in schorpioen in je achtste huis. In stier. Nee? Ja. Even kijken, klopt dat? Ja. Volle maan in schorpioen. En dat is in het achtste huis. Tegenover het achtste huis is het tweede huis. Het tweede huis is hoe je je geld verdient. Zelf, het achtste huis is hoe het geld naar je toe komt. Maar ook het huis van het taboe. En het tweede huis is hoe je over jezelf denkt en je eigen waarde en je gaves. Nou, en dat tweede huis gaat een soort explosie krijgen. En die volle maan in schorpioen een soort implosie. Dus die twee, in mijn gevoel, wordt het heel erg uit elkaar getrokken. Zeg mij dus, voor de rammen ascendant, dat je misschien wel een hele andere manier gaat ontwikkelen om naar jezelf te kijken, waardoor je ook op een andere manier geld naar je toe haalt en misschien wel vindt dat je het veel meer waard bent. Ik heb een engelenkaart voor je. Motivation. Strength to make decisions. Connect to your purpose. Open to opportunities. Wat prachtige kleuren. Motivation, strength to make decisions, connection to your purpose, open to opportunities. Ja, natuurlijk, als je dus vindt dat je dingen waard bent, zal ik het zo neerleggen, kun je het beter zien. Als je vindt dat je dingen waard bent, kan je het ook veel beter ontvangen. Ik ga aan mijn eigen pantelunneman vragen. Nee, we blijven staan. Of ze het daarmee eens zijn. Klopt dat wat ik zeg over dat tweede en achtste huis? En dat die motivatie voor die rammen weer op gang komt? Ja, het is de heling. En het is ook, weet je wat ik nog zei over de ster? Het is ook bekendheid. En 1 en 6 is 7, dus voor mij dan weer de spiritualiteit. Dankjewel, lieve Panther Lunneman. Wat zegt de Sacred Forest Oracle voor mijn lieve rammetjes? Retreat, naar binnen gaan. Nou, en dat is die volle maan in Schorpioen in dat achtste huis. 23 april. Dat is heel erg naar binnen gaan. En je schaduwzijde, je misschien wel een hele lange karmische wond die je draagt op geld verdienen. Dat je dat nu eindelijk kan helen. Pak ik natuurlijk een wachtbloesempje voor je. Voor mijn lieve ramassadantjes. Ik heb net het gevoel dat ik een jazzmuzikant ben en dat ik ontzettend aan het improviseren ben. Oké. Voor mijn lieve ramassadant. Voor die schaduwzijde. Pine, oh, is heel erg mooi. From feeling guilty to positive self-value. Feel your innocence and pureness. Hoe geniaal die kaart, hè, lieve schatten. Gewoon Bachbloesem online bestellen. Ik heb het allemaal, maar ik ga geen Bachbloesemwinkeltje beginnen. Ik geef dit in mijn Mystica-jaartraject. En je doet een paar druppeltjes in gesteriliseerd of gekookt water. En dan draag je het bij je of je neemt het in je water. Het is heel mooi om nu al mee te beginnen, omdat we natuurlijk ook die solar eclipse hebben, 8 april al. Dit is echt maand van de grootste transformaties. Nou, ik zal het eruit laten, want ik moet natuurlijk voor de andere decks oppakken. Wat zegt mijn tarot of mystical moments voor deze mega grote healing op die eigenwaarde, op je gaves,
op de manier waarop je je geld verdient en hoe je over jezelf denkt. Knight of Pentacles, hoe mooi! Knight of Pentacles is een geldkaart. Het is een kaart die misschien wel een beetje minder vuur is, omdat het een aardekaart is. Knight of Pentacles is een aardeteken. Hij zaait en hij oogst, maar hij laat de seizoenen het werk doen. Hij gaat niet voor de seizoenen uitlopen. Wat ik ook wel kan doen: water naar de zee dragen. Nee, gewoon heel rustig. Het psychologische proces. Ik zal het even voor je neerzetten. Hoe doe ik dat? Netjes even houtje pakken. Het psychologische proces gewoon laten plaatsvinden. Begrijpen dat je eigenlijk een soort van het universum huiswerk krijgt. Hoe je, ik zie Uranus en Jupiter, omdat het ook maar één keer in de 84 jaar gebeurt, als een heel groot cadeau. Waarmee je dus je karma kan ombuigen, je karma kan zuiveren. En jij kan het op deze manier doen, lieve Ram. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat me weten wat je winnen wilt. Als je nieuw bent en je vindt het leuk, zou ik het heel leuk vinden als je abonnee bent. Nou, er zijn allemaal linkjes hier beneden naar mijn vlogje, naar de Facebookgroep. En ook als je een persoonlijke astrologische reading helemaal specifiek voor jou wil. Graag gedaan, niet schrikken. Graag gedaan. Oké, ga ik even de space clearen. Niet schrikken voor mijn lieve stiertjes. Het heel rustig uit laten zingen. Zo. Ja, hij is wel klaar. Nou, hij trilde nog een beetje. Ze heeft toch weer ongeduld. Oké, stiertjes. Jullie hebben deze Uranus-conjunctie, Uranus-Jupiter-conjunctie, die is in stier. In je eerste huis, dus in je etalage. Dus er gaat iets mega groots gebeuren op die identiteit. Wat zo mooi is, is dat die volle maan in Scorpio recht tegenover staat. Je hebt dus zo'n taart met 12 punten en heb je hier het eerste huis en daar tegenover is het 12e huis. Dus die X, die lijn, die wordt dus één keer in de 84 jaar op deze manier geactiveerd. Dus die volle maan in Scorpio in het 7e huis gaat heel veel transformeren op je relaties. Maar op dat eerste huis gaat het iets doen met je zelfbeeld. Ik heb het gevoel dat je iets af gaat gooien, dat je iets een doorbraak krijgt. Waarbij de rammen veel meer te maken heeft met schaduwwerk, dus echt de schaduw ingaan. En daar werk op doen, hebben jullie een soort ballon die knapt. Alsof je, het klinkt een beetje plastisch wat ik zeg, maar alsof het vruchtwater breekt en je eindelijk eruit kan komen. Oké. Voor mijn lieve stiertjes, the right path. This is your true destiny. Strength, prayer, courage, determination, miracles. Nou, ik vind het fantastisch. 5858. Kijk wat ik gedaan heb. Ik weet niet of je het kan zien. Ik heb 3 keer 8. Angel number. The right path. Dit is dus het juiste voor je. Maar ik heb het gevoel dat, dat je erop wordt gezet. Met een knalletje. Je wordt erop gezet met een knalletje. Ga ik aan mijn eigen Lunemann meubels panter Lunemann. Als je mijn huis ziet, ik ben een en al panter. Ben nog net niet zelf een panter. Heb ik dit juist? Zeg ik dit juist? Voel ik dit juist voor mijn stiertjes? Ja, het geeft
Een nieuw gevoel van veiligheid en stabiliteit. En 3 en 5 zie ik dat goed. 3 en 5 is 8. Ja, en dat is voor mij ook het geld. Dus iets in jezelf valt weg. Shackles voel ik, hoor ik. Prachtig, dankjewel. En daardoor worden je relaties weer meer waar. Je kan heel charmant zijn, maar die charme is ook soms een masker. Oké, wat zegt mijn tarot of mystical moments voor mijn lieve stuurtjes? Seven of Swords. Ja, zie je? Dat masker. Je zou ook kunnen zeggen in de gewone tarot dat dit ook de duivel zou kunnen zijn, dus de verleiding. Kom als jezelf. Je hoeft jezelf niet helemaal anders voor te doen, mooier voor te doen. En dat, ik maak me nu waarschijnlijk niet populair met de stiertjes ascendant, maar ik ga het toch zeggen, en zeker omdat die volle maan in schorpioen valt. En schorpioen is toch ook heel erg de diepte bij jezelf durven ingaan. Laat dat masker van populariteit en charme vallen en kom zonder een agenda en dan hoef je niets te nemen, dan krijg je het. Het zit precies op zijn kop voor jullie. Welke Bachbloesem zouden mijn stieren hiervoor kunnen gebruiken? Elm. Take on responsibility for yourself. From being overwhelmed to new strength. Prachtig, hè? Dat is kastanje dus. Ja, soms denken we dat we niet genoeg zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. We zijn meer dan genoeg. Ik ga nog een kaart voor je trekken, maar ik wil het eventjes zo voor je neerzetten. Ik wil voor jullie ook de Oracle of Mystical Moments trekken. Mijn lieve stier ascendantjes. Moondance. Nou, hoe mooi met die volle maan, de 23e. Zie je? Het balanceren. Nou, dat kun je dus heel erg goed. Jij alleen en dit zijn de anderen. En ik zeg, nodig ze uit. Niet met een schijnpersoonlijkheid waar je je veilig bij voelt, maar kom zoals je bent. Ik ga even het officiële, want ik ben altijd geneigd om de kaart helemaal te lezen zoals ik het wil. Moondance. Daring, balance, easiness, adventure and perspective. Look at this girl balancing on a rope. Waltzing with the moon. She's dancing through life. To be this confident is a gift. You should be aware and treasure. Be brave and adventurous. Get out of your comfort zone and see life from a different perspective. If you maintain a balance between levity and lightheartedness, you can stay above the everyday noise that threatens you to bring us down. Feel the night breeze in your hair and adventure in your soul. Ja, en dat heeft voor mij dan te maken met come as you are. En je hebt je eigen nest, je hebt je eigen rijkdom. Je hoeft niets van een ander te nemen. En dan krijg je het. Want het leven zit altijd op zijn kop. Laat me weten, lieve stier ascendant, wat je ervan vindt. Misschien een populaire boodschap, misschien. En als je nieuw bent, welkom en word abonnee.
Hallo lieve tweeling ascendant. Jij hebt die Uranus-Jupiter-conjunctie in je 12e huis staan. Dus er komt een ontzettende verdieping op dat voelen, op dat ja, je veilig voelen in die kosmische leegte. Het is bijna een soort enlightenment. Senang zijn met dat wat je niet kan zien. En jullie zijn natuurlijk een luchtteken. En het kan soms zijn dat je je ja, lost voelt in de wereld, omdat het zo groot is, dat je bijna geen grond onder je voeten hebt. Wat ik mooi voor jullie vind, jullie hebben die volle maan in schorpioen in het zesde huis. Dus het kan best zijn dat je gezondheidsrituelen, stel dat je bijvoorbeeld regelmatig sport. Daardoor voel je je compacter en kun je beter in dat 12e huis met die ja, psychic abilities omgaan. Het is ook je dagelijks werk. Als dat gewoon goed op orde is en je hebt het daar heel erg naar je zin, dan kan je je veiliger voelen in deze wereld. Omdat je, ja, je aardse bestaan is geregeld. Dus jullie hebben het op de X van het 12e huis en dat is het. Ja, het grote achter de schermen universumhuis. En het zesde huis is het hele aardse huis. Je dagelijkse gezondheidsrituelen. Wat eet je? Hoe beweeg je? En hoe zijn je werkomstandigheden? Welke angel number mag ik voor je trekken? Go with the flow. Open new possibilities. Flexibility. Merge with the divine. Highest good. Relax and let God. Nou, dit is dus dat 12e huis. Go with the flow, open to new possibilities, flexibility, merge with the divine, highest good, relax and let God. Je hoeft het niet te sturen. De negens vallen weg in de numerologie. Dus ik heb 2 keer 8 is 16. Tel je bij elkaar op, is het 7. Ja, mooi is dat, hè? Dus het is dus een hele spirituele, bijna een portal die open gaat voor jullie. Ga ik even aan mijn eigen Learnermal deck vragen of ik dat goed voel. Leuk hè? Voel ik dat goed, lief Panther Learnermal dekje van mij? Ja, dat voel ik heel goed. Heel veel heling. Het kan zomaar zijn dat je veel makkelijker kan orakelen, dat je de boodschappen heel goed tot je krijgt. Mooi is dat, hè? Ja, dat je gewoon. Ja, je hoort het opeens wat het universum allemaal tegen je zeggen wil. Dan heb ik even Tarot van de Mystical Moments. We hebben een advies, een concreet advies voor mijn tweelingen. Eight of Pentacles. Meesterschap op je werk. Nou, dat vind ik wel heel mooi, omdat die volle maan in je zesde huis, in je huis van je werk valt. Gewoon doorgaan zoals je het doet. Met liefde met je vak bezig zijn. En je transformeert steeds meer in dat wat je moet zijn. Grappig, hè? En ik zeg eigenlijk al bent. Zal ik dat vast even een beetje neerzetten voor je? Mijn lieve tweeling ascendant. Je kan ook voor je geliefde of voor je familie of voor je vrienden uitrekenen wat hun ascendant is, hè? Courage. Ja. Ik zou ook de Bachbloesem aspen. Dat is nummer 1. Er is moed voor nodig en wat mooi, hè? Voor die transformatie. Want het is wel een hele grote transformatie. Ja, ik doe er wel luchtig over. En daar is natuurlijk ook wel moed voor nodig. Zal ik de aspen voor jullie zoeken? Ja. From nameless fears to feeling safe. See your own sensitivity as a gift. En dat bedoel ik met verdwalen in dat 12e huis. Als je soms niet kan voelen wat van jou is of van een ander, kan dat
Ja, overweldigend zijn en ga je ook wel eens op verkeerde deuren kloppen om antwoorden te krijgen. Maar die antwoorden zitten dus allemaal in jezelf. Door je goed te eten, goed te trainen, goed te sporten, goed koud douchen, te ademen, te rekken, te wandelen. Heel, heel concreet tastbaar in de wereld zijn. Dat is mijn advies voor jullie. Laat me weten wat je ervan vindt. Als je nieuw bent, zou ik het heel leuk vinden als je abonnee wordt. Niet schrikken, want ik ga de space clearen voor de kreeftjes. Hij was nog aan het zoomen. Hallo lieve kreeften. Jullie hebben die Uranus-Jupiter-conjunctie in je 11e huis. Dus het huis van je netwerken, je social media, je grote vriendengroepen, maar ook je dromen, je grootste verlangens. Dat is dus in dat 11e huis, het huis van de waterman. Maar je hebt het nu, die Uranus. Jupiter-conjunctie staat in stier en een volle maan valt in het 5e huis in schorpioen voor je. Dus wat zijn jouw verlangens en hoe speel je in deze wereld en hoe maak je plezier? Misschien is het plezier een beetje weg. Ben je te bezig met de buitenwereld, met de social groepen en heb je eigenlijk de behoefte om jezelf opnieuw uit te vinden. Validation. Blind with the highest good. Awakening. Authentic self. Right actions. Intentions. Manifesting. Prachtig. Dat is van mijn Metatron. Nou, die staat hier achter mij voor de mensen die er goed hebben opgelet. 4 keer in 1 is 4, is bouwen. Maar zo voelt het voor mij, voor die kreeften. Zo van. Je hebt heel erg de behoefte om naar binnen te gaan en eigenlijk weer te spelen als een kind. En ook al die verantwoordelijkheden, dat is wat ik heel erg voel, die verantwoordelijkheden, jullie willen eigenlijk voorbij die grenzen. Bijna naar de zon vliegen, zoals Icarus. Oké. Eva, zo prachtige kaarten. Een inktvisvrouw. Hoe mooi is dat? Wel met een slang onder nek heen. 1 en 6 is 7. Wat ik voel met die kreeft en die schorpioen. De schaduwzijde van kreeft en schorpioen zijn eigenlijk hetzelfde. En ik ga weer iets onpopulair zeggen. Oh jongens, wat ben ik onpopulair bezig. Maar ik ga het toch zeggen. Kan mij het schelen. Het moet gezegd worden. En laat mij het dan maar zeggen. Soms voel je het slachtoffer van de omstandigheden en anderen. En dat moet stoppen. Klopt het wat ik zeg, lief Lurneman, Panter, Lurneman van mij? Ja. Het is een berg. Soms zie je eigenlijk een beetje tegen het leven op. Tegen de verplichtingen. Tegen het zorgen. Tegen al die gevoelens. Ben ik er nou nog niet? Ben ik er nou nog niet? Ja, je gaat. Purification, mooi, prachtig. Validation, purification. Je gaat dit patroon zien en eigenlijk weer lachen om jezelf. Zo van, ja, ik moet ook gewoon verantwoordelijkheid voor mezelf nemen. En ik moet het leven zelf weer schoonmaken, zodat ik weer kan spelen als een kind in plaats van. Dat ik iedereen op mijn vleugels laat staan. Ja, lief schat, dat doe je zelf. Jij bent degene die het aanbiedt. En je hebt helemaal geen tijd meer. En als je dan zo in zo'n hoek wordt gedreven, ja, dan kan je donker worden. Rock water.
From rigidity to softness. Let go and let it flow. Nou, ik had geen betere woorden voor je kunnen vinden. Maak het weer licht. Maak het weer schoon, zodat je weer blij kan zijn. Ik trek nog één tarotkaart voor je als advies. Nine of Cups. Nou, hoe mooi is dit? En ook troostend. De Nine of Cups, zij is heel erg tevreden met wie ze is. Ze is heel erg senang met hoe ze haar geld verdient. Ze is heel erg trots op hoe ze zich voelt. Dit is degene die voor andere mensen zorgt, maar dat ze eerst zorgt dat haar eigen hart en leven gevoed wordt. En uit die overvloed en uit die rijkdom krijgt ze helemaal kippenvel van. Kan ze anderen nurturen. Maar dat kan niet omdat je vindt dat het moet. Eerst jezelf. Laat me weten wat je ervan vindt, lieve kreef, als dat. En laat me weten wat je winnen wil. En als je nieuw bent, zou ik het heel leuk vinden als je abonnee wordt. Niet schrikken, want ik ga de space clearen. Hij is een zoom nog na. Hallo lieve leeuwen. Dag mooie lieve leeuwen van mij. Jullie hebben deze Uranus-Jupiter-conjunctie die één keer in de 84 jaar voorkomt in je tiende huis in stier. Nou, hoe mooi is dat? Tiende huis, je carrière, je reputatie in stier. Nou, hoe betrouwbaar wil je het hebben? En stier is natuurlijk ook ja, geld en al het aardse en alle geneugten. En je hebt die volle maan in schorpioen in je vierde huis. En dat is dus je binnenwereld. Dus je hebt je buitenwereld en je binnenwereld. Hoe voel je? Hoe veilig ben je in dat huis? Hoe is het met je familie? Dus hoe is het met je carrière? Ik krijg drie kaarten. Ik ga ze schudden. Mag ik de juiste voor? De leeuw. Het is de onderste. On target. Keep your eyes on the goal. Divine will, focus and intention. Consciousness in the result. Wow, nou, je bent dus precies daar waar je zijn moet. 7, 7, 14 is 5, dus dat is vrij. Helemaal on target zijn, dus je bent precies goed bezig in die buitenwereld. Grappig, hè? Keep your eyes on the goal. Divine will, focus on intention, consciousness in the result. Ja, dus zoals het voor mij voelt, is dat je precies kijkt wat er valt om je heen, ook zakelijk, en daarop anticipeert. Dus niet van tevoren het stuurt, maar anticipeert wat makkelijk en in de flow zich manifesteert. Zie en voel ik dit goed voor mijn lieve leeuwtjes? Ja, dat is grappig. Dit is de geldkaart. Dus dit levert je geld op. En 3 en 4, 7. Een haai is een vis. Want het is geen zoogdier. Of is het wel een zoogdier? Ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik in ieder geval voor de grap, omdat het een vis is, een haai is een vis. Dus ik dacht van, hoe leuk. Maar het is een van de meest positieve geldkaarten. En ik vond het wel hap, 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 leuk. Dus je krijgt ook nog eens het geluk van het geld. Als je het, met een moeilijk woord, in de synchroniciteit gaat. Dus dat je het gewoon laat gebeuren.
Wat zegt de Oracle of Mystical Moments hiervan? Ja, dit levert het op. Red card een 8. 8 is ook weer het geld. Eén zijn met dat wat er is. In dit geval de natuur. Helemaal senang zijn ook met de wildlife om je heen. En dan kan je dus heel erg van binnenuit manifesteren. Ik heb geen wachtbloesem voor jullie nodig, maar ik ga wel een engelenkristal voor jullie trekken. Maar eerst nog even een tarotkaart. Mag ik duidelijk advies voor mijn leeuw ascendantjes? Meesterschap op dat werk, net zoals de tweeling. Gewoon doorgaan. Er is weer een achtkaart, er is weer een geldkaart. Prachtig, jongens. Dit is echt. Het is eigenlijk een financiële, een zakelijke doorbraak door spiritualiteit. Ja, dat vind ik natuurlijk het allerleukste. Want energie op geld is ook gewoon energie, hè? Het is niks anders. Smaragd. Ceremonies en vieringen. Het is een periode van belangrijke gebeurtenissen in je leven, zoals huwelijken, geboortes, diploma-uitreikingen of verjaardagen. Nou, ik zie dit wel als veel belangrijker dan dit allemaal. Want dit is echt de turning point in je carrière, maar eigenlijk hoe je als mens in het leven staat. Hoe mooi is dat, lieve schatten? Laat me weten wat jullie ervan vinden, of het resoneert, of het nu al resoneert. Die volle maan is natuurlijk pas 23 april. En als je nieuw bent, vind ik het leuk als je abonnee wordt. En laat me weten wat je winnen wil. Ik stuur je al mijn liefde. Niet schrikken, want ik ga de space clearen voor de maagjes. Doe een beetje frankincense op. Dat ik ook een beetje gekleerd word. Ik doe de maag nog en dan neem ik even pauze. Zo. Hallo lieve maagden. Jullie hebben de Uranus-Jupiter-conjunctie in je negende huis. Nou, ik ben ook maagdassertant. Dus dit gaat een doorbraak zijn, een explosie met hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit en ondervindt hoe de wereld in elkaar zit. Je hele geloofsvisie, je hele oriëntatie, je hele programmering kan wel eens opgeblazen worden dat je denkt, het zit heel anders. Of het is allemaal heel helder opeens voor je wie je bent en wat je wilt doen in het leven. En die volle maan in schorpioen komt in je derde huis te staan. Dus alles wat je communiceert en hoe je communiceert. Nou, bij mij staat het in schorpioen, het derde huis van nature in mijn birth chart. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik geloof ook dat het in schorpioen en in mijn beurtjaar staat er ook nog Venus bij, of Neptune bij. Zo van dat wat niet gezegd kan worden of gevoeld. Weet je, invallen, orakelen, channelen. Dat is die volle maan in dat derde huis. En misschien is het wel trendwriting. Want ik vind het negende huis is ook publiceren, is ook schrijven. Dat je opeens iets hebt van, ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Voor andere mensen is het misschien al heel erg duidelijk. Maar voor jou misschien nog niet, lieve maagd. Want ik heb ook zoiets van, ja, wat word ik als ik heel te groot ben? Ja. Wat hebben wij? Oeh, joekoe. Heart speak. Your prayers are answered. Resource, faith, divine timing, creativity and communication. Hoe mooi, hè? Ik zie dit dus echt als een blessing en ik kan het ook voelen nu, die volle maan, de 23e. Er gaat dat lijntje
wordt een soort kabel, een soort vortex. Maar je ziet het ook, hè? Oh, sorry, je ziet het ook. Ja, en dit is dus niet 33 meter getal. Nee, dit is 3 keer 3 met die communi dus echt communiceren vanuit je hart. Helemaal in die puurheid. Dat is eigenlijk wel. Ja, ik wil altijd gospelen. Alleen ik wil de liefde gospelen. Ik wil geen gebeden. Ja, dus is niet geboden. Ik wil geen geboden. Ik wil ja, dat het resoneert. Dat mensen voelen van ja, dit is de waarheid. En dat je met je woorden mensen kan helen en hun perceptie ja, veranderen. Zodat ze zich kunnen bevrijden uit programmeringen en handboeien die ze zichzelf hebben omgedaan. Dus verlies het verhaal, de grammofoonplaat van je verleden en begin opnieuw. Liberty. Ik zou bijna zeggen, ik ben goed, hè? En zie je dat ze al vrij is? Mooi, hè? Dat hangt ook aan haar hoofd. Ze bevrijdt eigenlijk de visie. Heel erg mooi. Ik ga even, ja, ik voel het zo, maar ik ga toch allemaal Learnemal. Willen jullie iets hieraan toevoegen, mijn lieve Panther Learnemal-kaartjes? Want ik hoef niet te vragen of het waar is. Grappig. Hier mag je dus ook je geld mee verdienen. Op een spirituele manier. 3 en 4 is 7. Trans-speaking, trans-healing, trans-writing. Het is allemaal trans, trans, trans. Edgar Cayce, Angels. Het is mooi, jongens. Het is super mooi. Ja. Ik voel hoe ik ervan huilen moet. Zo warm. Zo thuiskomen. Mooi, hè? Deze kaart is het. Mijn oude totemdier, de Hierophant. En het is ook mijn eigen kaart. De 5, de vrijheid. Dit is het negende huis. Dit is de wijsheid, zie je? De wijsheid verkondigen. Of de wijsheid in pacht hebben. Maar wel zo dat mensen het fijn vinden om naar je te luisteren. En ik zou bijna zeggen, fijn vinden om bij je te zijn. Vanuit dat gevoel de kospel zijn. En het is bijna alsof ik een knipoog krijg van het universum, want ik heb een nieuw totemdier. En dat is de octopus. Maar misschien moest hij me wel gewoon weer brengen naar de uil. Ik weet het niet, maar ik vind het wel heel mooi ook voor jullie zo van. Ja, dit is de leraar en de leerling in één. Want ik geloof wel dat je altijd de leerling ja, moet blijven ook. Zodra je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt, dan zit je ernaast. Dan zit je daarnaast. Mag ik een wachtbloesem voor mijn lieve maagd Ascendant? Chestnut bud. From repeating mistakes to learning. Take a closer look. Ja, mooi hè? Kastanje knop. En wat ik voel is warmte. Dus die chestnut wachtbloesem gaat je warmte geven. Even kijken, wat heb ik en wat heb ik niet? Heb ik deze kaarten? Nee, deze wil ik dan ook nog even voor je trekken. Change. Dragonfly. Spirit. 1 en 2 is ook weer 3. Te grappig. De Dragonfly Spirit is de draak. Ging een challenge aan of hij zichzelf kon veranderen in een dragonfly. En hij liet zich eigenlijk uitdagen om zich te veranderen in een libelle. En toen hij zo klein was, konden ze hem vangen. Dus de Dragonfly Spirit is eigenlijk voor mij de ontpopping naar je volle potentieel. Ik ben een houdraak, het is het jaar van het houdraak, zo van. Oké, we komen dus nu helemaal terug bij het begin.
Bij het hart, dat spreekt. We zijn vrij, we zijn leraar en leerling tegelijk. Daar mag je ook je financiële, ja, uitwisseling in doen. Want ik zei al, het is gewoon energie. En de chestnut, geef je de warmte, de zelfliefde. Want die maagd als randjes kunnen ook heel streng zijn. Om het zachter te doen. Ik had bijvoorbeeld ontzettende last van mijn schouder vandaag. En ik dacht van nou, weet je wat, dan ga ik geen armen trainen, ga ik benen trainen. Toen dacht ik, nee, dat lichaam geeft mij aan. Oh, het heeft pijn. Wat ga je doen? Oh, ik heb zin in een reading. Nou, gaan we dat doen. From repeating mistakes to learning. Dus niet er doorheen blazen met al je power, maar zacht de aanwijzingen volgen. Laat me weten, lieve maagassistentjes, wat jullie ervan vinden. Laat me weten wat je winnen wil. En als je hier nieuw bent, ben je heel erg welkom. Leuk als je lid wordt. En als je er niks aan vond, dan is dat heel erg jammer. En dan zie ik je nooit weer. En als je het fantastisch vond, nou, dan tot de volgende keer. Niet schrikken, ik ga even de space clearen. Voor mijn lieve weegschaaltjes. En dan ga ik ook nu even pauze houden, want dat had ik mezelf beloofd. Want ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gedaan. En dan ga ik zo meteen de volgende 6 doen. Dus tot zo meteen. Hallo lieve weegschaal. Welkom bij jouw volle maan reading, maar ook je Uranus-Jupiter-conjunctie, die één keer in de 84 jaar voorkomt. En jullie hebben het in je achtste huis, in stier. En dat achtste huis is hoe het geld van anderen naar jou toe komt. Dus via opdrachtgevers, via familie, via partners. Het is het huis van de psychologie, het is het huis van het taboe, het is het huis van het seks, het is het huis van de transformatie. En jullie hebben die volle maan in het tweede huis. Dus het is het achtste huis wat explodeert, zeg maar. En ik voel dat het verdiept bij jullie. En die volle maan in Schorpioen in dat tweede huis, zo van een hele transformatie op hoe je naar jezelf kijkt en wat je jezelf waard vindt. Welk angel nummer? Self-discovery. Out of your comfort zone, introspection, resilience, expansion, spiritual journey. Dus je ontdekt een stuk van jezelf door heel diep naar binnen te gaan, waardoor de buitenwereld dus anders op je gaat reageren. Het Jupiter en Uranus naast elkaar is alle twee expansie en het is plotseling, het is heel grote verandering. Dus misschien krijg je wel een erfenis of een promotie of er komt iets heel groots los waarvan je eigenlijk dacht van ik weet helemaal niet dat dat kon. Het is ook een karmische opschoning en misschien ontdek je wel een nieuwe gave. Met die volle maan in Schorpioen in het tweede huis. Zie ik dat goed, mijn lieve Pantelunneman? Ja, deze. Heb ik nu. Oh, sorry, lippenstift. Heb ik nu zoveel getrokken al? Prachtig, hè? 167 spiritualiteit. Er is dus heel veel heling op die eigenwaarde. Op die manier waarop je vindt dat je geld mag ontvangen. Weegschalen willen alles voor een ander doen, als het maar in harmonie is. Maar nu mag je jezelf dus voorop zetten. Dat is een uitdagingje. Ik ga een oracle-kaart van de Mystical Moments voor je trekken. My dear friend, deze heb ik nog nooit getrokken.
Wat voel ik bij deze kaart? Het samen doen. Kijk, aan de bovenkant is hij heel stevig. Aan de onderkant is hij heel mistig. Goed verankerd zijn in de wereld. Een fusie van die twee. Ik ga hem eens lezen. Ik ga hem eens lezen. Waar zit je? Hier zit je. Je verstopt. 47, nog nooit getrokken. Wat gaan we lezen voor je? Lifelong friendship, dependability, solidarity. Nou, dat is wel wat voor jullie. Ik zet hem ook even voor je neer. Zo. We hebben het druk, we hebben het druk, we hebben het druk, jongens. Laat weten wat je wil winnen. Laat weten wat je ervan vindt. Of je het ook kan voelen. Ik wilde ook nog even een mooi kaarsje aansteken. Ik heb net heel even lekker met Bonkie in de tuin gezeten. Een heel klein zonnetje tussen de regendruppels door. If you recall the card, The Journey, you may recognize a similar scene here with a woman riding a deer. But this time, both the woman and the deer are much older. Time has passed and the two are still companions. They have seen many seasons together, many sunny joys and cold sorrows. Their wisdom has grown. Like the graceful antlers, that is zijn gewei, the woman holds for comfort. The deer supports her and she returns a loving touch to her dear friend. Oké, dit gaat dus, krijg ik kippenvel van. Dit gaat dus over samen. Trouw zijn aan de mensen waar je van houdt. En het is ook een droom van je. Het is ook een hele sterke behoefte. Welke bachbloesem mag ik voor mijn lieve weegschaal? Misschien is er wel een vriend of een vriendin die tegen jou zegt: dat is jouw gave. Create your own happiness. From being a victim to self-responsibility. Oké, voor mij is dit dus Willow. Hele mooie is dit, de bachbloesem. Kan een diep verlangen zijn om een soulmate te hebben. Maar dan moet je zelf eerst die verantwoordelijkheid nemen. Je kan niet op iemand leunen als je het niet zelf doet. En die heling, die schaduw in dat achtste huis komt nu naar voren. Maar met een knal. Je gaat het veel beter begrijpen dat je kan alleen maar samenvallen. Je kan alleen maar één worden als het gelijkwaardig is. Knowledge. Air spirit. Ja, een hele diepe wijsheid. Bijna een karmische wijsheid vanuit je familielijn. Gaat een licht voor je schijnen op die behoefte aan symbiose. Je wil niets liever dan samen en samenvallen en fuseren. Dat kan. Dan moet je out of your comfort zone, introspection, resilience, expansion, spiritual journey. Je zal het eerst zelf moeten doen. Je zal het eerst zelf moeten doen. En die wetenschap, die self-discovery, zal je daar brengen. Willow helpt je daarbij. Het is de wilgenboom onder de regenboog. Wat een lekker theetje. Peach. Laat me weten, weesgaan, of dit resoneert voor je. Of je het begrijpt, of je zegt: nee hoor, ik heb dit allemaal al gedaan. En je hebt het over die Jupiter Uranus expansion. Nou, ik geloof er helemaal niks van dat dit met een knal gaat gebeuren. Ik heb mijn soulmate al en we zijn al één. En die vindt helemaal niet dat ik op hem leun of haar leun. Nou, ga het maar eens van heel dichtbij bekijken.
En zeker als die volle maan in schorpioen in dat tweede huis op die eigenwaarde staat. Wat bedeel je jezelf toe en wie bedeel je jezelf toe? En heb je zelf de power om dat te matchen? Daar gaat het over voor jullie. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat me weten wat je winnen wil. En als je nieuw bent, ben je heel erg welkom om abonnee te worden. En niet schrikken, want ik ga de space clearen voor onze schorpioen. Ja. Hallo lieve schorpioen. Ascendant. Jullie hebben deze Uranus-Jupiter-conjunctie, dus dat betekent dat ze heel dicht bij elkaar staan in dat zevende huis. Dus er gaat ontzettend veel gebeuren in al je relaties. Een opening, er komt iets heel, ja, letterlijk een opening, een doorway naar. Nou, het voelt voor mij alsof er letterlijk een dam doorbreekt. En dat is nooit zo fijn voor degene die achter de dam wonen. En die volle maan in schorpioen, in je eigen teken, is in het eerste huis. Dus het gaat over jezelf en de ander. En dit gaat de grootste transformatie, want hij staat maar één keer in de 84 jaar zo, gaat de grootste transformatie worden. Plotselinge transformatie, dus niet zoals Pluto over 20 jaar, in een tijdspanne van 20 jaar, weet je, mijn vorige readings. Ik zal die hier ook nog onder zetten. Dit gaat over hoe ga je met de ander om? Maar eigenlijk zoals je met jezelf omgaat, hè? Long journey. Though you are tired, keep on, continue, endure, achieve, progress, follow through. 3-8-3-8. 11-11. Dat is 22 meestergetal. Ik ga eerst een orakelkaart trekken. Grace, hoeveel ik deze niet getrokken heb. De schat, die zit in jezelf. En misschien is het wel tijd om die te gaan delen. Misschien is het wel tijd om wat meer openheid van zaken te geven. Zie ik dit goed, lieve? Pantalon en mijn bek. Maar er moet wel een einde aan iets komen. Ik denk aan een oude perceptie over jezelf. Ja, uit je comfortzone. Zo van, ik moet dus uit die schaduw. Ik mag nu helemaal vol in het licht en weten dat ik veilig ben. Wat zegt het tarot daarover? Ik wil toch ook nog een extra learnement kaart trekken. Zo van, oké, er moet iets eindigen. En zit dat op het zelf? Of moet ik eindigen met iemand? Dat is een nieuw begin. Voor jou. Dus het heeft niet zoveel te maken of die ander nou wel of niet meegaat. Jij gaat opnieuw van start. Eight of Cups, je gaat helemaal je gevoel achterna.
Iedereen is in paardjes en zij, de ladybug, loopt alleen een nieuw pad. Omdat ze vanuit haar gevoel voelt dat dit het juiste is wat ze moet doen. Wat zegt de orakelkaart hierover? Dat jij je eigen pad gaat volgen. De gardener is voor mij degene die bouwt. Zet deze even hierbij, omdat het van dezelfde maakster is. En ik wil deze aan je voorlezen. 27. De gardener. Non-judgment, acceptance, self-compassion. Standing proud in a lush green garden, a woman holds a growing bulb in her arms. Two small houses spring from the plant, and her skirt is transformed into a house. She is the garden of her soul, the caretaker of her home. Her feelings are in the flowers of the garden. By taking care of herself, she keeps growing stronger. But sometimes uninvited guests invade the garden, intruders like jealousy or shame. If we recognize these as neither good or bad, but something to be investigated and accepted, we can treat ourselves with compassion and keep blooming. Nou, je gevoel achterna gaan. En alles wat je tegenkomt. Ik moet dus nu aan Rumi denken. En die zegt ook, volgens mij heet het gedicht De Herberg. Het maakt niet uit wat voor gevoelens. En de gasten zijn dan gevoelens die in de herberg komen. Verwelkom al je gevoelens. Onderzoek al je gevoelens. Wijs ze niet af, maar laat ze er gewoon zijn. Want je zal erdoor groeien. Welke bachbloesem mogen mijn schorpioen assortantjes? Honeysuckle. From old memories to new experiences. Let go of the past. Dat is niet makkelijk voor de schorpioen, maar we gaan het wel doen. Ondanks dat het een lange reis is en ondanks dat je wil dat je er al bent, de schat zit al in je hart. Je gevoel, je gevoelens accepteren, je gevoelens uitnodigen en ze er laten zijn. En dan kom je weer helemaal op het juiste pad. Dat is wat ik voel voor jullie, lieve schorpioen-ascendanten. Laat me weten of dit met je resoneert. Laat me weten wat je winnen wil. En als je nieuw bent, ben je heel welkom om abonnee te worden. Niet schrikken, want ik ga de space clearen voor onze lieve boogschutters. Dag, lieve schorpioen. Heel even wat pakken. Moet ik altijd, hè? Tijdens de schorpioen. Ja, daar ben ik weer, hoor. Oké. Mijn lieve boogschutters. Hallo, boogschuttertjes ascendant. Jullie hebben deze Uranus-Jupiter-conjunctie in je zesde huis. Dus het huis van het werk, je dagelijkse gezondheidsrituelen, je dagelijkse sportrituelen, je werkrituelen. Dat gaat met een knal veranderen. En het grappige is, jullie hebben dat tegenover die volle maan. 23 april in Schorpioen. Dus iets van binnen gaat ervoor zorgen dat het van buiten totaal er anders uit gaat zien. En het grappige is, voor mij, boogschutter is vuur in dat zesde huis, dus heel veel actie.
En heel veel stilte. Het is zo polair wat ik voor jullie voel. Ook angel number en boodschap heb ik voor mijn lieve boogschutters. The right path. Mooi. Volgens mij had ik dit ook voor de leeuw. This is your true destiny. Strength, prayer, courage, determination, miracles. Hoe mooi, jongens. Jullie beginnen dus al met een blessing. Ik ga meteen hem neerzetten voor je. Een tarotkaart optrekken. Ik wil eerst even meer voelen. Ja, het begint voor mij, want we hebben natuurlijk ook 8 april die total solar eclipse. The right path. Zo grappig. Volgens mij trok ik die ook voor Leo. Dus jullie zitten op het goede pad met je werk. Bijzonder, hè? Dat gaat volgens mij, en nu kan ik daar dus wel mijn eigen Lunnemann tarot op trekken. Panter Lunnemann. Dit gaat volgens mij door een spirituele breakthrough. Ja, het kan een promotie zijn. Verandering op dat werk. Door een awakening. Ja, dat klopt. Dus Lely is ook voor mij een financiële kaart en het is ook een gelukskaart. Sommige readers zien dit als een seksuele kaart. Dat is voor mij meer de zweep. Dit is voor mij meer de blessing, de Lely. Een oracle-kaart. Wat vindt mijn oracle-deck voor mijn lieve boogschutter? New beginnings, ja hoor. Ik voel het wel goed hoor. Het is ook de 1. Dandelion. Daffodil. Ik lees gewoon mijn eigen woorden. Leuk is dat. Daffodil. Je hebt van die trompetlelietjes. Oké. Wat voor orakelkaart heb je hierop? Het voelt ook heel organisch. Ik ga denk ik een steen in plaats van een wachtbloesem voor jullie. Voor advies geeft de oracle in dit proces. Voelt heel organisch voor mij. Eva, bijzonder. Ja, dit is toch voor mij de schaduwzijde en angst daarop om iets los te laten en ook de intuïtie te vertrouwen. Een mooie octopus. De verleiding. Ja, oké, nu voel ik het zo van, oh, we hoeven niet defensief iets te doen. Luister naar dat hogere weten in dat zesde huis. Die Uranus-Jupiter is zo'n bijzondere constellatie. Dit is life-changing. En natuurlijk wil je het oude defensieve doen, dat snap ik wel. Asuriet, diep emotioneel helen. Nou, dat past wel bij de 12e huis. In je hart ben je klaar voor ervaringen uit het verleden te helen. En je bent bereid om in therapie te gaan en hieraan tijd en energie te besteden. Asuriet. Dit gaat over oude patronen loslaten. Dat kan met een familieopstelling. Dat kan met een reading, kan met een healing. Misschien wel met een voorspellende droom die je zelf krijgt. Laat me weten, lieve booschutter ascendant, hoe dit voelt, hoe het resoneert. Laat me weten wat je winnen wil. En als je nieuw bent, leuk als je blijft en abonnee wordt. En zo niet, dan zie ik je niet meer. Dag! Steenbok. Voor mijn steenbokjes. De Jupiter, Uranus,
conjunctie is dat ze dicht bij elkaar staan in stier in je vijfde huis. En het vijfde huis is het huis van plezier, creativiteit, je kinderen, van daten, van optreden, van zichtbaar zijn. Van zichtbaar zijn. En je volle maan is in het elfde huis in Schorpioen. Dat zijn je sociale groepen. Dus dat is eigenlijk ook zichtbaar zijn. Dus er is iets met de buitenwereld waar jullie. Ja, misschien is het letterlijk voor de bühne gaan. Eindelijk je winkel openen. En dat bedoel ik als metafoor, hè? Eindelijk naar buiten durven treden met dat wie je werkelijk bent. Higher mind, mind over matter. Your thoughts have power to create change. 1, 5, 1, 5, dus 6 is 12 is 3. Dus het is de creatie. En het is natuurlijk ook het huis van de creativiteit. Dit gaat je gewoon overvallen, hè? Dit is niet iets wat je zometeen in een Excel-sheet uit kan gaan zitten broeden. Dit is gewoon kedeng. En dan is het er opeens, lieve Steenbok. Laat ik eens kijken welke orakelkaart je daarop kan krijgen. En ik zie dat ik een aartsengel voor je moet trekken. Ja. Ze zijn vrij dominant, mijn ingevingen. Nou, wat mooi, transcending. Ja, sorry dat ik een beetje enthousiast ben. Prachtig. En wat een zacht proces, hè? Daarom zeg ik, je kan hier niet voor achter de drawing table gaan zitten. Dit overvalt je gewoon. Mooie aartsengel voor je. Grappig. Ik zie welvarendheid. Die zou ik bijna neer willen zetten, meteen voor je. Transcending en higher mind, zo mooi, hè? Alsof je opstijgt. Grappig. En ik weet hoe steenbok ascendant in deze dan, hoe aardse zijn. Vrede, aartsengel Gamuel. Vrede ontstaat pas als je inziet dat alleen liefde echt is. Ja, het is een hoger doel. Het is een hoger doel, bijna voor de community, wat ik voel, jongens. Zal ik eens even checken met mijn pantelurnemo of die het daarmee eens is. Zijn jullie het daarmee eens wat ik zeg over dat hogere doel? Er komt nog meer informatie over. Grappig. Mag ik daar meer informatie over dan? Deze is het. Het brengt heel veel heling. Het geeft jou heel veel vrede. Ik hou zo van kaarten. Ze zijn zo grappig. Oké, een orakelkaart van de Mystical Moments. Mag ik een helder advies? Oh, die is zo leuk. Sea Witch, mijn octopus. Andere mensen de weg wijzen. Zie je wel? Ik zei toch? Ik zei toch? Het is voor een groter geheel. Hoe mooi is dat? Ik ga een wachtbloesem voor jullie trekken. Sommige steenbokken, ik voel het zo van ja, maar ik wil iets concreets. Ja, dit is dus een hele spirituele transcending periode waarin je overgaat naar een hoger doel. Dat elfde huis, volle maan in schorpioen, zijn de anderen. Honeysuckle, from old memories to new experience, let go of the past. Ik zou zeggen, jongens, ga gewoon mee met de flow. Laat het gebeuren. Wijs niks af. Sta gewoon open voor die grote verandering. Want het gebeurt toch. Dit is zo'n ontzettende. Deze maand april is magisch. Ik zit ook echt af te wachten, af te tellen. Wat gebeurt er, wat gebeurt er, wat gebeurt er? Maar het is er al, hè? Misschien voel je het al. Laat me weten, lieve steenbokassenantjes, wat jullie ervan vinden. Wat jullie willen winnen. Als je nieuw bent, leuk, word abonnee. Reis met ons mee. En ik ga mijn space slingeren voor de watermannen. Dank je voor het kijken.
Te vroeg. Hallo lieve waterman, wat fijn dat je kijkt. Jullie hebben Uranus en Jupiter en ik heb het in het begin uitgelegd wat dat allemaal betekent. Dus als je zegt van nou, ik wil weten wat het betekent, dan moet je nog even terug naar het begin van het filmpje. Jullie hebben deze conjunctie, dat betekent dat het heel dicht bij elkaar staat in je vierde huis. En het vierde huis is thuis, je wortels, je familie, waar je je veilig voelt, de relatie met je moeder. De relatie met hoe jij zelf moedert of vadert. En de volle maan in schorpioen staat in je tiende huis. Dus het gaat over je binnenwereld. En de volle maan 23 april gaat over de buitenwereld in schorpioen. Dus er gaat iets groots veranderen in je carrière, doordat er thuis iets in jouzelf verandert. On target. Deze hebben we ook eerder getrokken al. Keep your eyes on the goal. Divine will. Focus and attention. Consciousness in the result. Dus het is het niet duwen, maar het gewoon laten vallen. En Uranus is de Lord of Waterman. En Jupiter voelt zich daar natuurlijk. Het is allemaal grenzeloos. Dat is wat ik voel. Alsof je heel ver terug kan, ook in die karmische lijn. Om iets te helen, om helemaal vrij te zijn, om eindelijk ook zakelijk neer te zetten zoals jij het wil. Helemaal vanuit een bepaalde, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar zoals het voelt, vanuit een bepaalde genialiteit. Dat je luistert naar die ingevingen. Wat zegt de orakelkaart hierover? Prosperity. Vijf is ook vrijheid. Ja, jongens, jullie hebben een rocket ship deze maand gevonden. Pantelerne mandjes van mij. Zelf ontworpen, hè? Leuk, hè? Ik moet ze weer bestellen, ja, ik weet het. Heb ik het bij het juiste eind voor mijn watermannen? Moet er einde komen aan iets ouds? Oké. Okay. Wat is dat oude? Zou je me dat dan ook nog willen zeggen? Aan mensen die over je kletsen en iets van je weg willen nemen. Daar moet een einde aan komen. Dus je mag niet meer luisteren naar andere mensen. Klopt dat? Ja. Dat heelt jou, maar ook de ander. Dus een einde aan wat anderen goed vinden voor jou. En doen. Wat goed is voor jou. En dat is eigenlijk luisteren naar je ingevingen. Wat zegt de Tarot of Mystical Moments daarover? Dat je de wijsheid in pacht hebt en dat je de leraar en leerling tegelijk bent. En het is ook weer de vijf, het is ook weer de vrijheid. Je hebt nu 3 keer de vijf. En 7, 7 is 14, is ook de 5. Het is allemaal grenzeloos wat ik voel, lieve schatten. Het is allemaal zo open, zo verschrikkelijk mooi. Uranus is van de expansie, Jupiter is van de expansie, Uranus is van de plotselinge expansie. Grote. Je zou eigenlijk, het is niet een populaire vergelijking, maar je zou Jupiter als een atoombom kunnen zien. En een. Uranus als een implosie. Dus wat is dat? Waterstof dan? Dat het implodeert? Een implosie en een explosie tegelijk in dat vierde huis. Dus vrij zijn om te kunnen doen in dat tiende huis van je werk en van je reputatie. Een hele grote doorbraak in vrijheid. En dat is wat jullie zijn, hè? Vrij. De gift. En dan kun je dus je gaven aan andere mensen geven. Hoe verschrikkelijk mooi is dit, hè? Ze heeft zwanenharen. Zal ik hem voorlezen voor je? Prachtige kaart. Het ontroert me helemaal zo ontzettend mooi. Hé, hey, maak me gek. 2 en 3 is weer 5. 5, 5, 5, 5, 5. Oké. Wil je nog iets anders? Jongens, ik. Wie dit ook aanstuurt, met dat rond, mijn engelen, prachtig.
23. Zit weer meteen bij 5 te kijken. Simpele. Mind, a gift. Whimsy, excitement, curiosity and gift. Under a snowy sky, a woman with a feathered hair holds a little box. What is inside the box? We don't know for sure, but it seems to be a gift. Simple on the outside, but perhaps magical within. We can only imagine what would happen if we could talk the string and peer inside. Would it be fulfillment of an old wish? Remembering the curiosity we have before opening presents. The magical space between dreams and truth. A gift reminds us of the excitement we have in this special moment. Ja, lieve schat, jullie staan on the verge. Sorry dat ik zo in het Engels aan het praten ben. Maar jullie staan op een springplank naar jullie nieuwe toekomst toe. En daarom wilde ik vandaag de reading doen. Dat je. Sommige mensen zeggen van ja, je post te weinig en je moet veel meer posten. Ik kan alleen maar zo orakelen en zo mijn kaarten leggen als ik het echt voel van binnen. Als ik echt de urge voel, oh, ik heb boodschappen te delen. Niet omdat het nu april is of dat het dan maart is. Of nee, als ik voel, oh, we moeten wat zeggen. Niet ik moet wat zeggen, maar dat wat door mij heen komt, moet wat zeggen. Laat me weten, lieve waterman als Dante, wat jullie hiervan vinden. Of jullie het begrijpen, of je zegt, nou, ik vertel het volgende maand wel. En als je hier nieuw bent, heel erg welkom. Word abonnee en laat me weten wat je winnen wil. Niet schrikken, ik ga de space clearen voor de vissen. Nee, hij trilde nog na. Nog weer te snel. Hallo, mijn lieve vissen. Ja, dan zijn we weer bij jullie. Zijn we weer bij jullie? Ik voel me altijd zo thuis bij jullie. Grappig is dat, hè? Ja. Hoe zou dat nou komen, toch? Soms kijk ik ook wel eens vissenreadingen. Want als dingen gebeuren, denk ik, ja, maar dat is al gebeurd. Ik voel het al. Ik voel het al. Het is er al. Dus ik ben ram met kreeft maan en ascendant maagd. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat komt. Ik zit vaak in jullie vibe. Jullie hebben deze Jupiter-Uranus-conjunctie. En als je wil weten wat het precies betekent, kijk dan even naar het begin van het filmpje. In je derde huis, in alles wat te maken heeft met communiceren. En het staat in stier. Dus heel concreet en aards communiceren. Het heeft ook te maken met je neighborhood, met je buren, met je broers en met je zussen. Het heeft te maken met leren. Maar nu met die Uranus, een hele grote verandering, plotseling. Met Jupiter. Is maar één keer in de 84 jaar. Dus gebeurt nooit meer in je leven. En je hebt de volle maan in Schorpioen in je negende huis staan. Daarom zeg ik, kijk het voor je ascendant. Dit is accuraat. Dus dat betekent eigenlijk hoe ik communiceer. En nu moet ik huilen van binnen, want zo werkt het altijd bij mij. Ik ga heel erg vanuit mijn zijn en mijn ziel en mijn hart praten. Ik ga nu de waarheid. An angel speaks with her tongue. Dat het, ik ga eindelijk samenvallen met wie ik ben. Grappig, hè? Ik kan het voelen uit mijn mond alsof ik het. Nou, daarom voel ik me zo thuis bij die vissen. Zo van: oh, dit is het dus. Affirmation. Achieving your aspirations, choices, twin flame, stay steady, improving and powerful. Dus 2 keer 6 is 12, is 3. In je derde huis. En er zit een sieraad in haar keelchakra.
Affirmation. Het voelt voor mij. Ik heb hier een tatoeage. The Holy Spirit, je kan het bijna niet meer lezen. The Holy Spirit accomplishes all through me. Dat is wat ik voel. Spreek het woord van God, maar je kan ook het universum zeggen. Of Tesla. Frequenties. Wat mooi, jongens. Ik spreek het woord van God. En ik ben niet van de kerk, hè? Ik spreek het woord van God. Ik ga meteen aan mijn pantelurnenman. Ik heb zelf gemaakt. Ja, ik moet het daar bestellen. Ik weet het. Sorry. Andere mensen vinden hier wat van. Wat vinden andere mensen hiervan? Dat het de waarheid is. Grappig. En ik zeg niet dat andere mensen vinden dat het de waarheid is. Zij vinden daar wat van. Maar het is de waarheid. 33 is het meeste getal. En het is ook de oplossing. Dit is de waarheid. Zegt de orakelkaart daarover. En 6 en 7, ik ken deze kaart niet. Ik ga hem gewoon voorlezen. Wat vind je ervan? Ja, sorry jongens, het is in het Engels. Kan er niks aan doen. Even kijken. Retreat and replenish your inner resources. Now is not the time to act, but to incubate your ideas for the future. Be still. The answers are within you. Magic is all around you. Oké, je gaat het woord van God spreken, of de Holy Divine, of hoe jij het ook maar zelf noemt. Maar je moet nog eventjes wachten tot eind april. Ook als het valt of open gaat in jezelf. Nog niet mee naar buiten. Wat zegt de tarot daarover? Je moet het nog even bij je houden. Alsof een baby nog even in je eigen couveuse. De moon, zie je? Het moet nog niet zichtbaar zijn voor anderen. Je moet wachten, prachtig hè? Zei ik ook. Je moet wachten tot de maan. Je moet wachten tot de maan is geweest. Hoe mooi. Ik ga een bachbloesem voor jullie trekken erop. Welke bachbloesem gaat mijn visassistent helpen om te orakelen en het woord van God te spreken? Het is de onderste. White chestnut. Peace of mind is within reach. From revolving thoughts to calmness. Het is allemaal naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Het is het hogere weten. Het is letterlijk zwanger worden van het hogere. Ik ga nog deze Oracle of Miscellaneous ook voor je trekken. Al die kaarten roepen naar me. Ja, ik ook, ik ook, ik ook. Sorry jongens, deze kaart is het. Pure nature. Prachtig hè? Dus samenvallen met jezelf, met je pure natuur. Helemaal morfen in dat wat zacht is in je. Dus echt helemaal naakt zijn, helemaal open zijn, zodat je het kan ontvangen. Ja, het is ja, onbevlekt bevangen. Zo is het. En stilte naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. Het is allemaal stilte. En het voor jezelf houden. Dat is heel belangrijk. Je hoeft het niet te delen. Je kan erover schrijven, maar je hoeft het niet te delen. Want het moet nog armpjes en beentjes krijgen. Het moet nog vorm krijgen. Laat me weten, lieve vis, als het land, wat je ervan vindt. Of je hierin herkent. Laat me weten wat je winnen wil.
Ik ga de space clearen. Ik ga de kaarten bedanken. Ik ga jullie bedanken. Ik vond het heel fijn om weer een reading te geven. Als je het fijn vindt om samen met mij de kaarten te leren, ik heb een hele mooie Facebookgroep. Je bent welkom. En nou ja, dank jullie wel. En ik wens jullie een prachtige transformatie toe. Met al mijn liefde.